Dit is de Cultuuragenda. In samenwerking met Parktheater Eindhoven. De liefhebber van tribute bands komt er tijdens de voorstelling The Early Years ruimschoots aan zijn trekken. De Britse tribute band The Stones brengt met The Early Years de muziek en de sfeer van de Rolling Stones op het podium. Tijdloze Rolling Stones hits als I Can't Get No Satisfaction, Honky Tonky Woman en Jumping Jack Flash komen voorbij. Zanger Benjamin Watton lijkt ook nog als twee druppels water op Mick Jagger. Op 20 oktober te zien in Eindhoven. Spijt is een jongere musical gebaseerd op het beroemde gelijknamige boek van schrijfster Carrie Slee. Het verhaal gaat over Jochem die veel wordt gepest. Zijn klasgenoot David zou hem willen steunen, maar hij is druk met zijn band en zijn verliefdheid. Op het grote schoolfeest gaat het mis. Spijt is een van de belangrijkste romans uit de jongere reeks van Carrie Slee. De verfilming in 2013 kreeg maar liefst 35 internationale prijzen, waaronder beste Europese jeugdfilm. Op 23 oktober te zien in Parktheater Eindhoven. Huispakken koning Roy Donders won 2 keer de mini-playback show. Daarna schoot zijn carrière snel omhoog. Inmiddels is hij een bekende Nederlander en komt hij met zijn glitter en glamour tour naar Eindhoven. Het publiek kan genieten van zijn Brabantse gezelligheid en kennis maken met de wereld van Roy en zijn familie. Gewapend met zijn band, danseressen en uitbundige merchandising zingt en danst Roy de sterren van de hemel. De glitter en glamour tour van Roy Donders op 28 oktober te zien in Eindhoven. Tot zover de cultuuragenda. Meer informatie op www.parktheater.nl.